Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Marloes, ik ben diëtist en ik ben sportprofessional. En vorige week had ik het over de allermoeilijkste momentjes rondom afvallen en gezond leven. Jullie gaven aan wat jullie allermoeilijkste momentjes waren en ik geef daar tips over. Ik kon ze niet allemaal behandelen in die vorige video, dus vandaag deel 2. Jullie gaven massaal aan dat jullie het wilden zien, dus dat is precies wat we vandaag gaan doen. Heb je de video van vorige week nou nog niet gezien? Ga die dan eerst even kijken. Ik zal hem ook even in het i'tje linken. En hieronder staat hij ook gelinkt. Want dan begrijp je precies waar ik het over heb. En dan heb je de eerste tips ook al meegekregen. Zoals ik al in de vorige video zei, zijn er nog 4 onderwerpen die ik sowieso wil behandelen vandaag. En de eerste is dat je je slecht voelt soms na een te groot genietmomentje. Stel, jij hebt voor jezelf gezegd van hey, ik mag vanavond chocola eten. En ik ga dan een halve reep eten. En de andere helft laat ik liggen. Maar ja, we weten allemaal hoe dat gaat. Als puntje bij paaltje komt, heb je toch die hele reep naar binnen gewerkt. Inclusief nog een zak chips die er lag. En nog van alles meer. Oftewel, je genietmomentje werd veel groter dan dat je van tevoren had gedacht. Natuurlijk is het logisch dat je dan een klein beetje baalt. Want je hebt jouw doel of van dat moment niet behaald. En je wilde zo graag gezond leven. Je wilde zo graag afvallen. En nu heb je het verpest. Dat je dan eventjes baalt is helemaal niet zo erg. Maar besef wel dat je er gewoon niet zo heel veel aan hebt aan dat balen. Laat het gewoon even toe, baal even, maar ga daarna kijken van oké, hoe had ik dit kunnen voorkomen? Wat had ik hieraan kunnen doen en waardoor ging ik dooreten? Soms is het in een periode dat je ongesteld bent of dat je een bepaalde emotie had of in ieder geval vaak is het wel te herleiden aan een bepaalde oorzaak. En probeer dan ook te kijken van wil ik dit de volgende keer anders doen? En zo ja, hoe ga je het dan anders doen? En bij dat wil ik dit de volgende keer anders doen, is het weer heel belangrijk om even te kijken naar je doel. Waarom wilde jij gezond leven? Waarom wilde jij afvallen? En vind je het waard om kleine genietmomentjes te nemen om jouw doel te kunnen behalen? Ik ga er weer even vanuit dat dat zo is. En dat je inderdaad je genietmomentjes relatief klein wil houden. Dan kun je ook kijken hoe kan ik dat doen. Voor mij helpt het bijvoorbeeld heel erg om als ik een klein genietmomentje wil hebben. Om ook niet te veel in huis te halen. Als ik een reep van 300 gram chocola neem. Je weet wel die grote Milka repen. Dan gaat die ook echt op. En dan zul je zeggen dat is toch veel te veel. Ja, dat is ook veel te veel. Maar bij mij gaat die gewoon echt op. Ik kan dan een paar dingen doen. Soms zeg ik tegen Sven van hey, wil je ook van die Milka reep? En dan geef ik gewoon een deel van die reep aan Sven. En dat doe ik al vooraf. Dus ik pak dan letterlijk gewoon 2 schaaltjes. Ik geef Sven een deel van die reep en ik neem mijn eigen deel wat ik wil eten. En dan weet ik dat het andere deel wel opgegeten wordt door Sven. Dat is heel mooi, want dan hoef ik het niet te weerstaan. Soms haal ik ook gewoon heel bewust een kleinere reep chocola. Als ik weet van, Sven hoeft het niet, anders blijft het liggen en dan eet ik het waarschijnlijk op, dan haal ik liever gewoon een kleinere reep chocola. Als je niet zo van de chocola hebt, kun je hetzelfde doen met chips. Je kunt gewoon een kleinere zak pakken. Bijvoorbeeld, ik heb heel vaak van die pombeertjes chips. Daar zit volgens mij ongeveer 90 gram chips in de zak, terwijl in een normale paprika chips zak zit 200 gram. Ja, dat scheelt alweer. En ondanks dat ik dan de hele zak leeg eet, is dat minder erg dan dat ik de hele paprika chips zak leeg eet. Wat ik vooral heel belangrijk vind dat je dat onthoudt, is dat je geen robot bent. En dat het dus niet altijd goed gaat. Verwacht dit ook niet van jezelf, want het is gewoon echt niet realistisch. Heel veel mensen denken van, als ik ga afvallen, dan moet het helemaal perfect zijn. Dat gaat niet zo zijn. Echt niet. Ik kan het niet, de buurvrouw kan het niet. Niemand kan het helemaal altijd perfect. Tenminste, niemand die ik ken. Dus verwacht dat ook niet van jezelf. En zoals ik in het begin al zei, het is niet erg om eventjes te balen, maar kijk vooral heel praktisch naar wat kan ik eraan doen? Hoe kan ik dit oplossen zodat het minder vaak gebeurt? Tegen mijn cliënten zeg ik altijd, een hele zak chips opeten of een hele rol koekjes leeg eten is geen probleem. Pas als je dat heel vaak doet, dan wordt het een probleem en dan kun je gaan kijken van hey, wat kan ik hiermee? We gaan naar moeilijk moment nummer 2 en dat is sociale druk. Dat je gaat eten omdat anderen willen dat je iets eet of omdat je anderen ziet eten of omdat je dingen krijgt aangeboden.
Ook hierbij, we gaan eerst terug naar ons doel. Waarom wil jij gezond leven en wat heb je daarvoor over? Ik merk bijvoorbeeld heel erg, je krijgt heel vaak dingen aangeboden van anderen. En als je dat weigert, dan krijg je daar commentaar op. En ja, dat is bij iedereen zo. Dat is ook bij mij zo. En ik probeer het commentaar naast me neer te leggen. Dan, ja, heel veel mensen zeggen, oh, er komt Marloes weer met een gezonde eten. En dan denk ik, ja, weet je, ik heb een doel. Ik wil fit blijven, ik wil gezond blijven. En ik heb dat ervoor over dat mensen daar iets van vinden. En onthoud ook altijd, mensen vinden altijd overal wat van. En krijg ik geen commentaar op mijn eten, dan krijg ik wel commentaar op mijn uiterlijk of wat dan ook. Ja, zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar. En mensen mogen ook vinden wat zij vinden van mijn leefstijl. Mensen hoeven het er niet mee eens te zijn dat ik gezond leef. Als zij dat niet willen doen, dan vind ik dat helemaal prima. Maar laat mij gewoon mijn ding doen. Ga dus nooit ongezond eten omdat je denkt dat anderen dat willen. Maak jouw eigen keuzes alsjeblieft. Ook al krijg je daar commentaar op, geloof me, mensen wennen er wel aan. Misschien zeggen ze eerst van, ach weet je, dat heb jij toch helemaal niet nodig. En weet je, je kent het allemaal wel. Maar op een gegeven moment merken ze wel van, oké, ze wil dit kennelijk. En dan zullen ze het zeker wel accepteren. Je kunt het natuurlijk ook uitleggen waarom jij deze keuzes maakt. Ik kies er zelf voor om gewoon het zo te laten. Om gewoon te weigeren en eventuele opmerkingen te incasseren. Wat voor mij heel erg helpt bij sociale gelegenheden is vooraf een plan te maken. Dus stel ik ga naar een verjaardag toe, dan bedenk ik al vooraf van, wat wil ik eten en drinken? En soms is dat, ik wil gewoon alles eten en drinken waar ik zin in heb. Soms is dat van, oh, ik wil best een wijntje drinken, maar ik blijf van de hapjes af. Soms is dat, ik neem gewoon water of cola light of thee of zoiets te drinken. En ik neem wel wat hapjes, maar ik ga met een plan heen. En dan werkt het voor mij heel goed om zo lang mogelijk van de hapjes af te blijven voordat je de eerste pakt. Want als jij de eerste eenmaal gehad hebt, ja, dan ben je vaak helemaal verloren. Dan gaan er veel meer naar binnen. Dus wacht zo lang mogelijk met het nemen van de eerste. En desnoods bepaal het aantal dat jij van jezelf mag hebben. Stel, je mag 5 hapjes hebben op die avond. Het klinkt heel kinderachtig, maar als je echt een plan hebt, dan kun je het ook makkelijker uitvoeren. Als jij daarheen gaat zo van, nou, ik weet het niet, ik zie het allemaal wel, dan is de kans dat het fout gaat of minder goed gaat veel groter. Maar ook daarin, wees niet te streng voor jezelf. Ga niet van jezelf altijd verwachten dat je het perfect doet op feestjes, want dat gaat niet werken. En het zal ook wel eens een keer echt fout gaan. Dat je gewoon wel een plan hebt gemaakt, maar dat je er niet aan houdt. Ook daarin, we zijn geen robot. Weet je, je kunt het niet altijd goed doen. Wat ik me vervolgens ook heel erg bedenk, is waar word ik echt gelukkig van? Want natuurlijk vind ik kaas en worst en chips, het is allemaal lekker. En natuurlijk vind ik een wijntje lekker. Of ja, het is gewoon allemaal lekker. Maar word ik daar echt gelukkig van? En hoe lang heb ik er plezier van? Als ik chips eet, dan is dat eventjes heel erg lekker. Maar ik heb er echt hooguit een minuut, 2 minuten plezier van. Terwijl van mijn gezonde leefstijl heb ik mijn leven lang plezier. Dus is die chips me het echt waard? In de meeste gevallen is dat nee. En soms is dat ja. En dan eet ik lekker chips. Een ander klein trucje is dat wat ik wel eens toepas, is dat als je iets krijgt aangeboden, stel er staat nu iemand voor me en die zegt, Marloes, wil jij een bitterbal? En dan zeg ik, nee dank je, en ik kijk gelijk weg. Als je oogcontact blijft maken met diegene, dan is het, gaat diegene waarschijnlijk aandringen. Van, hey, nee, toen neem nou. Maar als je gelijk gewoon doorgaat met je gesprek of gelijk wegkijkt, dan is het duidelijk van, nee, ik hoef echt niet. En dan loopt diegene sneller door. Ook een trucje, als de schaal met bitterballen er staat en je wacht dus langer met het nemen van de eerste, dan is die schaal eerder op. En dan heb je ook niet de kans om 16 bitterballen in je mond te douwen, want het is al eerder op. Oh, en nog een trucje, ga gewoon verder weg zitten van het eten. Want als het in handbereik zit, ja, dan ben je eerder geneigd om meer te pakken. Tenminste, dat merk ik zelf altijd heel erg. We gaan naar moeilijk puntje 3. Hoe houd je het vol? Want de meeste mensen lukt het in het begin wel, maar ze houden het niet vol. Dat valt of staat met jezelf ook dingen toestaan. Ik merk vaak dat mensen alles of niks doen. Dus ze zijn of op dieet of ze zijn niet op dieet. Zie het niet als dieet, maar zie het als een nieuwe leefstijl. En dat betekent ook dat je dus af en toe wat lekkers mag nemen. Dat je af en toe de fout in mag gaan. Dat het af en toe gewoon minder goed gaat. Als je dus minder streng voor jezelf bent en je fouten vergeeft, dan is de kans dat je het volhoudt gewoon veel groter. Ook is het belangrijk om dus een goed doel te hebben. Wat
wat wil jij bereiken en waarom wil je dat bereiken? En dat je dat constant in je hoofd houdt. Want dan ben je ook eerder geneigd om het vol te houden. Ik wil me heel graag energiek voelen en fit voelen. En dat doel bereik ik nooit. Weet je, want als ik het laat gaan, dan word ik weer minder energiek en minder fit. Dus er zit constant in mijn hoofd van, hey, wat wil ik nou eigenlijk in dit leven? En ik vind het belangrijk om veel energie te hebben. Dus ik kies voor gezond leven. Het is daarbij ook heel belangrijk om echt haalbare doelen te stellen. Ik merk dat mensen veel te hoge verwachtingen van zichzelf hebben. En bijvoorbeeld verwachten dat ze 5 keer in de week gaan sporten. Terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet kunnen volhouden. En dat zij bijvoorbeeld maar 1 of 2 genietmomentjes per week willen. Terwijl ze dat helemaal niet volhouden. Dus kijk echt naar jezelf van wat is haalbaar voor jou. Niet alleen nu, maar ook op lange termijn. En als je merkt van hey, het sporten is misschien niet haalbaar op lange termijn. Maar ik vind het wel heel fijn om naar mijn werk te fietsen. Prima, way to go. Het gaat om beweging. Kijk naar wat je wel kan doen en niet naar wat je niet kan doen. En heel belangrijk, accepteer dus ook dat het een paar weken minder goed gaat soms. Ik heb dat ook in de afgelopen weken, ging het gewoon minder goed. Dat betekent niet dat ik het niet kan, dat ik verloren ben. Nee, het betekent gewoon dat ik de afgelopen weken het even niet goed ging. En ik heb alle vertrouwen in dat het de komende weken wel weer goed gaat. Zolang je dat vertrouwen hebt, dan komt het ook weer goed. Maar als jij gaat denken van, zie je wel, ik ben een mislukkeling, ik kan het niet. Ja, dan ben je verloren. Er is geen enkele reden waarom jij het niet kan. Weet je, er zijn heel veel mensen die het kunnen. Dus waarom jij niet? En tenslotte het vierde en laatste punt van deze video. Ik wil het hebben over eetbuien. Heel veel mensen die hebben soms eetbuien. Allereerst wil ik eventjes heel duidelijk maken dat een eetbui, zoals ik een eetbui ervaar en zoals jij waarschijnlijk een eetbui ervaart, niet als een typische eetbui geclassificeerd kan worden. Een echte eetbui is echt een onderdeel van een eetstoornis. En al in die eetbuien eten mensen echt gigantisch grote hoeveelheden. En dan denk ik echt aan bijvoorbeeld 2 zakken chips en een reep chocolade en nog 4 boterhammen. En echt gigantisch grote hoeveelheden. En ze doen het zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Dus ze zijn echt een soort van buiten zichzelf. Tijdens die eetbui merken ze eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn. Dat is een typische eetbui. Vandaag ga ik het even hebben over de volksmond. Wat in de volksmond een eetbui wordt genoemd. Dus dat je gewoon naar de kasten gaat, wat lekkers pakt en denkt dat was het. Maar dat je constant doorgaat en constant weer wat pakt. En zo gewoon veel meer eet dan dat je daadwerkelijk zou willen. Ik zie heel vaak dat deze eetbuien voorkomen bij mensen die constant ietsje te weinig eten. Natuurlijk, als je wilt afvallen, moet je ietsje minder eten dan dat je nodig hebt. Maar het is best wel goed om af en toe eventjes een dag wat meer te eten. Dit noemen ze een refeed dag. Dus dat je een dag eigenlijk niet als doel hebt afvallen, maar gewoon voldoende eten. Dat kan heel erg helpen, omdat dan je lichaam gewoon voldoende voeding binnenkrijgt. En het kan heel erg helpen om jezelf niet te veel te beperken. Dus als jij trek begint te krijgen, moet je niet in de dieetstand gaan en zeggen van nee, ik ben op dieet, dus ik mag niet eten. Nee, als je trek krijgt, ga dan wat eten. Want als je trek hebt, is dat een teken van je lichaam dat je voeding nodig hebt. En als je dat gaat negeren, dan is de kans op een eetbui gewoon veel groter. Dus eet voldoende gezonde dingen. Ga jezelf niet te veel beperken daarin. Drink voldoende. Ik merk heel vaak dat eetbuien voorkomen doordat mensen te weinig drinken. Ik heb het al heel vaak gezegd, maar de prikkel voor honger en dorst wordt door dezelfde zenuw afgegeven. Dus het is voor onze hersenen heel erg moeilijk om te detecteren van is dit nou trek of is dit nou dorst. Dus soms ga je eten omdat je gewoon dorst hebt. Dus drink voldoende. Dat is heel erg belangrijk om eetbuien te voorkomen. En dan wat ik eigenlijk ook al eerder heb gezegd, is probeer te leren van je eigen eetbuien. Want we hebben allemaal momenten dat we veel te veel eten. En probeer daarvan te leren. Probeer te kijken van, hey, wat? Hoe kwam het dat ik hierdoor meer ging eten? En hoe kan ik dat in de volgende keer voorkomen? En ook hierin weer, we zijn geen robot. Dus een eetbui af en toe zal nog steeds blijven voorkomen. Tenminste, bij 90% van de mensen komt het denk ik nog wel een keertje voor. Wat ik je heel graag met deze video wil meegeven is geloof in jezelf. Als jij gelooft dat je het kunt, dan is de kans dat je het inderdaad kunt ook veel groter. Stel haalbare doelen, ga jezelf niet te veel beperken. Accepteer je fouten, dat zijn echt hele belangrijke dingen. En vooral, ga niet in die slachtofferrol kuipen. Ga niet denken, zie je wel, ik kan het niet. Natuurlijk denken we dat allemaal wel een klein beetje. Maar probeer dat stemmetje weg te stoppen en probeer positief te denken. Want aan positieve gedachten heb je gewoon uiteindelijk
uiteindelijk veel meer. Natuurlijk zijn er af en toe negatieve gedachten, die mogen er ook zijn. Zolang de positieve gedachten groter zijn, is er helemaal niks aan de hand. Ik hoop je weer een flinke boost aan motivatie te hebben meegegeven. Als jij nog zo'n video wil zien, laat het me vooral weten. Die komt in ieder geval niet volgende week, maar misschien in de toekomst nog een keer. En laat me dan ook even weten over welke onderwerpen jij het wil dat ik het heb. Ik hoop oprecht dat je wat gehad hebt aan deze video. Ik wens je heel veel succes verder. Geef zeker even een duimpje omhoog. En ik vind het heel erg leuk als je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Dat is helemaal gratis. En dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En je steunt mij er heel erg mee. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En tot in de volgende. Doei doei!